Ook de Taekwondo Bond, de Taekwondo Associatie, die is dus bezig geweest. En daar hebben we dus wedstrijden gehad in de junioren en seniorenklasse bij de nationale kampioenschappen in de Chinese hal. Nou, we hadden Erik Lies Taekwondo School als deel, evenals Yusin Taekwondo School, Yellowbirds Taekwondo School, Artie Lies Taekwondo School, Gokoryo als een van de deelnemers ook, en Kim Mu Taekwondo Academy, ook een van de deelnemende scholen. Er waren ongeveer 75 junioren en senioren atleten die dus in actie gekomen zijn in de A- en de B-klasse. De A-klasse is blauwe band en hoger. De B-klasse is witte band met blauwe slip. En de atleten konden in best of 3 rondes van 1,5 minuut, zowel bij de junioren als senioren, of 2 minuten bij de senioren A, knokken voor het kampioenschap in verschillende gewichtsklassen. Op deze dag is ook de topselectie wederom in de prijzen gevallen. Jade Liu, Serena van Dijk en Samaki Pinas. En andere opkomende en opvallende talenten bij de junioren die in de prijzen zijn gevallen zijn Jennifer Chiril, Shafiq Rojan, Jory Saimun en Ian Regio Sentono. Ook bij deze activiteit goede publieke opkomst. Het was behoorlijk druk en de taekwondo-kas die hebben zich niet onbetuigd gelaten op de mat en hebben zich dus van hun beste zijde laten zien. In de seniorenklasse hadden we zowel bij de dames als de heren wedstrijden. Senioren dames, 73 kilogram en hoger, werd gewonnen door Chenee Amalensi. De senioren damesklasse, min 46 kilogram. Werd gewonnen door Shelley van Hoop. En bij de dames 57 kilogram werd Serena van Dijk kampioen. Terwijl Jade Liu kampioen werd in de dames min 62 kilogram klasse. Bij de heren hadden we in de B-klasse 63 kilogram Miguel Oliveira als kampioen. En in de 80 kilogram klasse Shafi van Daal. En wat betreft de heren A, daar werd Sheikh Kalka in de min 54 kilogram klasse kampioen. Xavier Chiril die werd kampioen in de heren, 58 kilogram klasse. Mincy Pocky die werd kampioen in de heren, 63 kilogram klasse. En Samero Dubé die werd kampioen in de heren, 68 kilogram klasse. Terwijl Samaki Pinas ook een kampioenschap behaalde. En wel het kampioenschap in de heren, 74 kilogram klasse. En Mark Adjako die werd kampioen in de senioren heren, 87 kilogram en hoger. Ook de taekwondo-organisatie mag terugblikken op succesvolle nationale kampioenschappen.